Ahmed Ali is er niet bij bij Jodan Boys. Opgeroepen voor het nationale elftal voor Somalië. En dan moet je een speler afstaan. En Verheid, de spits, is geblesseerd aan de knie. Loopt hier wel op krukken. Eerste kans voor de Gouwenaren. Ho, ho! Ja! Graafland op de paal. Rijnsburg zonder Van Beuning en Van Bochhoven. Beide geblesseerd. En Gootjes begint in de basis. Dit is andermaal een kans. Ho, ho! Hier ga je slecht mee om met zo'n kans. Kans was van Osvaldo de Pina. En zo is in die eerste helft Jodan Boys de betere ploeg. In een overigens matig duel. Auw! Het leven van een ballenjongen gaat niet altijd over rozen. Want Brank komt even tegen je aan. De vijver kijkt even, gaat alles goed. En dan gaan we rusten met een 0-0 stand op de Middelmos. Waar het kil is en het voetbal ook niet hartverwarmend. Hopen dat de tweede helft leuker wordt. Rijnsburgse Boys richting de eigen kantine. En vanuit de vrije trap meteen al de mogelijkheid. Kras. Koelman altijd sterk aan de bal. Van de Bogaard. En Koelman weer. Uitstekend meegegeven. Freken met de voorzet. Daar is Gootjes. En die komt naast. Martijn Gootjes. Staat altijd op de goede plek. Dan de ploeg uit Gouda. De Pina voorlangs. Zo blijft het 0-0. Maar is de tweede helft in elk geval leuker om naar te kijken. Koelman weer. Wat is hij toch sterk. Komt daar de voorzet. Daar is de voorzet. Bal wordt verlengd en weggewerkt door Brank. En zo worden de ruimtes groter en nemen de kansen toe. En wordt het leuker om naar te kijken. En steeds maar die rechterkant zoeken wat Rijnsburgse Boys doet. Freken in één keer dan maar voor. Gootjes! Ja! Hij past precies. Martijn Gootjes. Met zijn 99e doelpunt voor Rijnsburgse Boys. Voorzet van Bartje Freken. En dan koppen. En dan komt de keeper te laat. Straven. En staat Rijnsburgse Boys op een 1-0 voorsprong. Balagan. Wat kan de ploeg uit Gouda? Dit is een simpele prooi voor Van Nieuwkoop. Breienburg, verdediger die vaak scoort de laatste weken voor Rijnsburgse Boys. Ook al is Rijnsburg niet een goede doen. Jodan Boys slaagt de bal niet weg. En Schet zegt, is dit geen hens? Nee, het is geen hens, maar wel een corner. Voor Rijnsburgse Boys. Mooi getrapt. Bal valt tussen wal en schip. Nee, hij valt voor de voeten van Breienburg. En die zit in zijn scoringsperiode, de verdediger. Daar is de corner. Diverse mensen de lucht in. Valt dan op de grond en Breienburg zegt... Bam, boem, ben ik even attent? Ja, dat ben je zeker. En kijk eens wat een vreugde. Ja, niet bij hem. 2-0 voor de ploeg van Oosterlee. Wedstrijd natuurlijk gelopen. Winter. Houd het overzicht. Oh, dit is een ongelukkig moment. Voor Maarten Siermans. Ja, balen man. Niet leuk. Rijnsburgers juichen wel. Maar kijk, als Siermans hier niet aankomt, gaat hij door naar Gookjes en gaat hij er ook in. Dus valt Siermans niets aan te rekenen. Dit is het bekende ongeluk uit een klein hoekje. Wedstrijd natuurlijk gelopen. 3-0 voor de Uien. Of komt Jonas Boys nog terug in dit duel? Nou, van de lijn afgehaald. Zo zie je maar. Het blijft altijd voetballen. Gootjes dus 99 keer gescoord voor Rijnsburgse Boys in het geel-zwart. Blessuretijd wedstrijd. Breienburg. Daar is de voorzet. Daar is de goot. Gootjes. Oh la la la. Op de paal. Het blijft bij 3-0 op de Middelmos. De minimale extra speeltijd